In de kennisimpuls waterkwaliteit werken onderzoekers en gebruikers samen aan schoner water. Het resultaat is een koffer vol met kennis. Al blijven we onderzoek doen. Overnieuw. Succes. Hoe kunnen we die kennis het beste gebruiken? Hoe verbeteren we de kwaliteit van het oppervlaktewater en het grondwater? En hoe vergroten we de biodiversiteit? Kijk mee naar het kennisimpulsproject Grondwater. Het grondwater is onzichtbaar, je kunt het niet zien. En daardoor wordt het ook heel makkelijk over het hoofd gezien. En ik denk dat dit project wel heeft bijgedragen om de grondwaterkwaliteit zichtbaarder te maken. En dat het ook weer de aandacht krijgt die het verdient. Grondwater is een belangrijke bron voor drinkwater. Ja, om bij het grondwater te komen moeten we boren, vaak tot een behoorlijke diepte. En door dat boren kunnen we meteen ook veel over de bodem zelf te weten komen. Het is zo dat grondwater wordt aangevuld vanuit de regen, maar ook vanuit bijvoorbeeld infiltrerend rivierwater. En met dat water komt er ook een lichte verontreiniging langzamerhand in de bodem. En we weten eigenlijk niet hoe snel en in welke mate dat gebeurt. We hebben onder andere sedimentmonsters verzameld die omhoog zijn gekomen bij de boring van een nieuwe winning. En die hebben we geanalyseerd in het lab met de Oxymax. En met die Oxymax kunnen we bepalen welke verontreinigingen op welke diepte afgebroken kunnen worden. Een totaalplaatje resulteert dan in een profiel, een diepteprofiel, waarin je de kwetsbaarheid van de ondergrond zichtbaar maakt. Ja, met de kennis die we dan over de bodem verzameld hebben, kunnen we bijvoorbeeld, als we een nieuwe winlocatie zoeken, beter voorspellen wat de grondwaterkwaliteit op die plek zal zijn. En dat is ook een trend die we in milieuland zien, hè, dat eigenlijk steeds meer om maatwerk wordt gevraagd. Want we kunnen niet overal brandschoon zijn, maar we willen wel zo schoon mogelijk en ook op langere termijn de bronnen duurzaam schoon houden. Kennisimpuls waterkwaliteit. Samen werken aan schoner water.